Mijn naam is Tom van den Hil. Ik ben voorzitter van District Zeeland van de Nederlandse Bridgebond. Tevens ben ik nog secretaris bij Bridge Club Rijmerswaal. We zitten nu aan een bridgetafel. Bridge is ook een van de sporten die tijdens de Senior Games gespeeld wordt. En bridge heeft niets met geluk te maken, maar is echt een denksport. De Senior Games vinden plaats in Burgerhaamstede. Wij mikken op 80 paren deelname. En we hebben momenteel 1 paar uit Denemarken, 6 paren uit Vlaanderen. De inschrijvingen vallen tot nu toe nog wat tegen. Maar het is bij Brits gebruikelijk dat pas 2 maanden van tevoren gaat men enthousiast raken en inschrijven. Dus we hopen wat dat betreft op nog wat meer inschrijvingen. In Nederland britsen 110.000 britsers. In Zeeland britsen 2700 britsers. En er zijn in Zeeland 27 verenigingen die allemaal wedstrijdsport beoefenen. De uitslagverwerking voor de bridge is tegenwoordig helemaal geautomatiseerd. Vroeger schreven we op papiertjes de uitslagen op en werd er naderhand uitgerekend. Tegenwoordig typen we het contract aan de tafel in op een bridgemeet. En dit wordt draadloos naar een ontvangststation in de computer gestuurd. Ook bij de Senior Games gebruiken we dit systeem, zodat direct na de wedstrijd de uitslag bekend is en ook direct na de wedstrijd wordt de uitslag op de website gezet en bijvoorbeeld ook in het Sport.Zeeland is deze dan te zien. Doordat de uitslagen op de website en via e-mail gepubliceerd worden, zijn heel veel ouderen ook begonnen met de aanschaf van een computer om deze uitslagen gelijk te kunnen zien nadat de avond bridge is afgelopen. Zoals u inmiddels begrepen heeft, bridge kan door iedereen gespeeld worden en beoefend worden. Of je nu Bill Gates heet of Tom van den Hil. Of je nu super intelligent bent of een boerenslimheid hebt. Maar bridge is voor iedereen mogelijk.